Welkom bij de Lichtpuntjes van het Nederlands. Een serie van 10 lezingen waarin Neerlandici van over de hele wereld ons hebben laten meegenieten van hun onderzoek naar allerlei aspecten van de Nederlandse taal en de Nederlandse cultuur. Het laatste lichtpuntje, het 10e, daar zijn we nu aan toegekomen. Dat komt tot ons vanuit Antwerpen. Daar spreekt Mike Kestermond, een alleskunner in de Neerlandistiek. Hij is een thrillerschrijver. Ik denk niet dat hij al zodanig nu tot ons zal spreken, maar hij is daarnaast ook iemand die gespecialiseerd is in de zogeheten digitale geesteswetenschappen, het gebruik van computers voor geesteswetenschappelijk onderzoek, en iemand die alles weet over de Middel-Nederlandse literatuur en die laatste twee dingen dan ook nog met elkaar weten verbinden. Dat gaat hij hopelijk nu voor ons doen. Mike Kestermond. Zo, goedemiddag allemaal. Welkom bij deze namiddaglezing, die nogal duistere titel heeft, de verloren boeken. Ik ga u in de komende 20 minuten wat vertellen over een nieuwe onderzoeksrichting die ik momenteel verken, samen met mijn co-auteur Dr. Volger Karsdorp, die u zijn warmste groeten overmaakt. En samen hebben wij de afgelopen tijd bekeken of wij methodes uit de ecologie, de ecodiversiteit eigenlijk, kunnen toepassen in de studie van middeleeuwse literatuur. En dan eigenlijk nog specifiek de middeleeuwse literatuur die we niet meer hebben, wat een beetje vreemd kan lijken. Het plaatje dat u zag op onze openingsslide is Fabrice di Carigine. Dat is een 13e-eeuws dorpje in Toscane. En de dag van vandaag staat dat permanent onder water. Dat is omwille van een grote dam die men in de buurt heeft gebouwd. En enkel als dit meer tijdelijk wordt gedraineerd, dan komt dat oude stadje weer even boven water, zou je kunnen zeggen. Maar normaal gezien zijn enkel nog wat muren en de torenspitsen zichtbaar. En dit is een soort van modern Atlantis, zou je kunnen zeggen. Nu, dit middeleeuwse stadje, dat is eigenlijk een prachtige metafoor voor het probleem dat wij hier vandaag centraal gaan stellen. En dat is het volgende. De geschiedenis van onze cultuur, van de menselijke cultuur bestuderen, is moeilijk. Simpelweg omdat er heel veel bronnen zijn verloren gegaan. En ik heb het dan specifiek over materiële artefacten, zoals middeleeuwse handschriften, die natuurlijk cruciaal zijn als je iets wilt te weten komen over middeleeuwse literatuur. En door de eeuwen heen zijn heel veel boeken verloren gegaan. Vaak is dat onopzettelijk gebeurd. Hè. Denk maar aan de grote brand in de bibliotheek van Alexandrië, of veel dichter bij huis, de bombardementen van de universiteitsbibliotheek van Leuven tijdens de wereldoorlogen. Alles bij elkaar zou daar meer dan 1 miljoen boeken zijn gesneuveld, wat ik een hallucinant getal vind. Soms werden boeken ook echt opzettelijk vernietigd. En je ziet dat historische bibliotheken vaak hun dubbels heel bewust hebben afgedankt. En dat lijkt nu een beetje vreemd natuurlijk. Maar dat alles samen verklaart het beeld van Atlantis dat we hier gebruiken. Als een historisch letterkundige, wat ik ben, kan je eigenlijk enkel werken met een steekproef, een sample, van die oorspronkelijke literatuur die ooit heeft bestaan. We kunnen enkel werken met dat wat overblijft. En die steekproef is ten eerste best klein en ten tweede niet noodzakelijk representatief. En eigenlijk is de beginsituatie vandaag helemaal niet rooskleurig. Hè. Die is zelfs een beetje triest. En ik denk dat we met die invalshoek vandaag aansluiten bij een bredere trend in de samenleving. Waar je ziet hoe verhalen over verlies, verhalen over inkrimping, op korte tijd eigenlijk heel prominent zijn geworden. En links hier toon ik de trailer van een recent gelanceerde documentaire op Netflix door Sir David Attenborough, A Life on Our Planet. En die hele film draait eigenlijk rond het nogal dramatische verlies van biodiversiteit op onze planeet. Het aantal diersoorten dat op onze planeet leeft is momenteel in vrije val. En dat is ook een van de punten die Yuval Harari maakt in zijn populaire boek Sapiens. De mens heeft eigenlijk een onwaarschijnlijke, een heel negatieve impact gehad op de soortenrijkdom van deze planeet. En dat is om verschillende redenen nogal zorgwekkend. En het verhaal dat ik vandaag breng is eigenlijk ook zo'n verliesnarratief, een verhaal over verlies. En het stoelt heel sterk op de gedachte dat culturele diversiteit even fragiel is, even broos is als biologische diversiteit. Ik neem u vandaag mee naar de middeleeuwen. We gaan het hebben over
Middel-Nederlandse literatuur, de literatuur die in onze contrijen, de Lage Landen, is geschreven tijdens de middeleeuwse periode. En we gaan het specifiek hebben over het prachtige genre van de ridderepiek, een genre dat mij nauw aan het hart ligt, de klassieke Hoofse roman. En u kent daar zeker nog enkele titels van, Karel en de Elegast, de Walewijn, de Verhuut en dergelijke meer. En momenteel kennen wij ongeveer 75 werken in dit genre. Dat hangt er allemaal een beetje vanaf hoe je telt. Maar 75 werken, zou je kunnen zeggen. En we kennen die werken uit 167 documenten. Want van sommige teksten, dat is belangrijk, hebben we meerdere kopieën. Die zijn overgeleverd. En die documenten, dat zijn in de regel handschriften, codices, handgeschreven boeken. Of toch wat daarvan overschiet. Want je ziet dat veel van die documenten fragmenten zijn. Die zijn fragmentair overgeleverd. Vaak hebben we enkel snippers over van die prachtige boeken. Alleszins zijn we heel veel van deze literatuur kwijtgeraakt. En we hebben dus nauwelijks een idee van hoe representatief die overblijfselen eigenlijk zijn. En hier ziet u een schematische weergave van wat er nog overschiet aan Middel-Nederlandse ridderepiek. En voor elk afzonderlijk werk hebben wij in een balkje uitgezet hoeveel kopieën we van die werken hebben teruggevonden. En dat onderscheid tussen enerzijds een abstract werk en anderzijds de parallele handschrift of het aantal kopieën waarin dat werk is overgeleverd, dat is heel belangrijk voor wat volgt. U ziet heel goed hier ook hoe ongelijk de handschriften verdeeld zijn over de teksten. Je kan dat ook zien in dat tabelletje rechts. De meeste werken, 45, kennen we slechts uit één enkel document, uit één bron. Maar van één werk, hè, dat is een uitschieter, kennen we, of hebben we 17 kopieën. Dat is de Historie van Troje, een soort van Middel-Nederlandse Ilias. En de dag van vandaag kent geen hond die tekst nog. En het valt eigenlijk wel op hoe de middeleeuwse literatuur die wij goed vinden, de literatuur die nu bekend is, zoals zeg maar wat, de Walewijn. In de middeleeuwen zelf was die literatuur vaak helemaal niet zo populair. Dat is wel heel frappant. Het basisprobleem vandaag is dat wij de oorspronkelijke diversiteit van die ridderepiek, dus het totale aantal ridderromans dat ooit heeft bestaan, wij onderschatten dat nu. Wij onderschatten de diversiteit omdat wij zijn veroordeeld tot het werken met die kleine steekproef die wel is overgeleverd. En de vraag die wij graag zouden beantwoord zien, is hoe sterk wij die diversiteit onderschatten. En dat is een vraag die ook wordt behandeld door Frits van Oostrom, een van de reuzen van mijn vakgebied, die in zijn gelauwerde literatuurgeschiedenis, Stemmen op Schrift, ook over deze teksten heeft geschreven. En ik ga hem even citeren. En dat citaat is wel belangrijk om onze verwachtingen op dit gebied een beetje vorm te geven. Hij zegt, in totaal resteren Nederlandstalige bronnen van circa 80 verschillende romans. Hij telt er iets meer dan wij. En aangezien ook teksten compleet verloren zijn gegaan, moet dat authentieke corpus zeker 100 verschillende romans hebben bedragen. En de omvang daarvan laat zich natuurlijk enkel ramen met, tussen heel ruime marges en met tal van slagen om de arm. En u merkt het, Van Oostrom blijft hier terecht, denk ik, heel voorzichtig. En hij zegt oorspronkelijk minstens 100. Daarvan zou dan een 20% verdwenen zijn. U vraagt zich misschien af, is dat wel zo erg? Is dat zo'n drama? Misschien waren die verloren teksten helemaal niet zo goed en hebben mensen ze daarom afgedankt. Hè? Misschien was dat allemaal gewoon inferieure rommel. Dat zou kunnen, maar ik denk eigenlijk niet dat het zo werkt. Het bekendste voorbeeld van een verloren gegaane tekst uit de middeleeuwen, u ziet het hier, is ook meteen het beste tegenargument. Want u kent ongetwijfeld nog Willem, de auteur van de Vos Reinaarde. En ik denk niet dat ik overdrijf als ik zeg dat de Reinaard een van de beste literaire werken is die het Nederlands ooit heeft voortgebracht. Als die fameuze Vlaamse kanon er bijvoorbeeld ooit zou komen, dan durf ik je nu al op een blaadje geven dat werk daarin gaat staan. Dat precies die Willem, onze Vlaamse Shakespeare, die vertelt voor zijn neus weg in de proloog van de Reinaard, dat hij ook nog een ander werk heeft geschreven, die mysterieuze Madokke. En dat werk is nooit boven water gekomen. En dat is natuurlijk maar een anekdote, dat is maar één tekst. Maar ik vind dat die anekdote wel heel goed aantoont dat er heus niet enkel rotzooi is verloren gegaan. Ik denk dat we ons hier zorgen over moeten maken. En ik denk dat we ons ook als taalgemeenschap, als cultuurgemeenschap, we moeten ons op de een of andere manier rekenschap geven over dat verlies. En voor onze aanpak van dit probleem hebben Volgert en ik de mosterd gezocht bij de ecologie en meer bepaald de ecodiversiteit. En u kan zich waarschijnlijk voorstellen dat het betrouwbaar tellen van soorten dieren, van soorten planten, dat heel cruciaal is in dat domein.
Dat is bijvoorbeeld heel belangrijk om de impact te kunnen meten van natuurlijke rampen. Denk maar aan de recente bosbranden in Australië, die daar een heel goed voorbeeld van zijn. De vraag is dan, hoe begin je daaraan? Wel, dat is eigenlijk heel simpel. Je stuurt een team ecologen naar een bepaald gebied. Je spant dat af en je begint de soorten te tellen, de soorten dieren die je ziet. Soms worden daarbij ook goedaardige vallen gebruikt. Die worden dan elke dag of zo leeggemaakt. Dieren worden dan gemarkeerd en die worden opnieuw vrijgelaten. Maar het grote probleem is dat deze mensen, ook als die weken in een gebied zitten, nooit alle dieren observeren die daar effectief leven. Je moet dan eigenlijk vooral denken aan zeldzame dieren. Predatoren, zoals tijgers of sneeuwluipaarden. En dat zijn dieren die je gewoon niet heel vaak te zien krijgt. En wat interessant is, die ecologen zitten dus met hetzelfde probleem als medievisten. Die hebben wel tellingen, maar ze weten dat die tellingen een onderschatting zijn van de daadwerkelijke soortenrijkdom. In de ecologie heeft men daarom een hele batterij aan statistische methodes ontwikkeld om te kunnen schatten hoeveel ongeziene soorten er in een gebied leven. We hebben ons hier toegespitst op Chow 1. Dat is een model dat is ontwikkeld door een Taiwanese biostatistica. En ciao. En om deze methode te kunnen toepassen, moeten wij de RIDDER-EPIC voorstellen als abundance data, overvloedsdata. Dat is eigenlijk een soort tabel. Ik kan hier een voorbeeld zien waarin we bijhouden hoeveel soorten van dieren, hoe vaak werden gezien. En hier op een tabel op deze slide bijvoorbeeld, heb je een voorbeeld waar 45 soorten één keer werden gezien. En dat zijn de zogenaamde eendlingen, of F1. En 13 soorten, die werden 2 keer gezien. Dat zijn de zogenaamde tweelingen, of F2. Nu, wat is de aanname van dit model? De aanname is dat de laagfrequente soorten in zo'n steekproef, die kunnen ons iets vertellen over het aantal niet geobserveerde soorten. En heel concreet heeft men een formule ontwikkeld om op basis van F1 en F2 F0 te berekenen. En F0, dat is een beetje een grappig getal. Dat is dus het aantal soorten in een gebied die wel degelijk bestaan, maar die je precies 0 keer hebt waargenomen. En dit is niet zo belangrijk, maar voor de petite histoire is het wel leuk om te weten dat die formule die je net zag, direct is gebaseerd op het werk van Alan Turing, die bekende computerwetenschappers, die de code van de Duitse Enigma-machines heeft gekraakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die formule van Chow 1 is gebaseerd op de Good Turing-schatting, de Turing Good Estimate, die heel bekend is in de informatietheorie. En Turing en zijn collega's die zaten namelijk ook heel vaak in situaties waar ze dan een nieuw stukje code binnenkregen en moesten schatten wat de kans was dat die code een woord voorstelde dat ze nog niet eerder hadden gezien. En dat is dus een beetje onverwacht, maar die methode is rechtstreeks gebaseerd op Turings werk in Bletchley Park, waar trouwens ook heel veel bekende medievisten hebben gezeten. We hebben het statistisch model dus toegepast op onze Middel-Nederlandse gegevens en we zijn daarbij uitgegaan van heel concrete aannames, assumpties, analogieën eigenlijk. We hebben werken behandeld als soorten, diersoorten, en het aantal handschriften dat we van een tekst kennen, dat hebben wij gelijkgeschakeld met het aantal waarnemingen van die soort. Precies zoals tijdens die ecologische registratiecampagnes. En hier is onze assumptie dus ook dat het aantal laagfrequente werken ons iets kan vertellen over het aantal werken die tot op heden niet zijn waargenomen, die verloren zijn gegaan, maar die dus wel ooit bestaan hebben. Je kan eigenlijk zelfs nog iets verder gaan en de bibliotheken waarin die handschriften nu rusten, modelleren als vallen. Zoals die voor de dieren in de ecologie. Ik vind dat zelf een vrij grappige metafoor. Ik ga daar niet verder op in. Maar die modellen laten dat wel toe, om dus bibliotheken te gaan modelleren als vallen voor boeken. Wat gebeurt er als je dit model toepast op de Middel-Nederlandse RIDDER-EPIC? Dan krijg je deze curve. Wat u hier ziet is een zogenaamde soortenaccumulatiecurve. Een beetje een moeilijk woord en eigenlijk ook een moeilijke grafiek om te lezen. U ziet daar een rode lijn. En daarmee zetten wij het aantal werken uit op de verticale as als een functie van het aantal documenten op de horizontale as. En die curve toont dus eigenlijk hoeveel nieuwe werken je gaat vinden voor elk handschrift of elke nieuwe bron die je observeert. Je hebt daar het volle deel van die rode lijn, links tot dat bolletje. En die geeft de situatie aan tot waar we ze nu kennen. Hè? Zoals we de RIDDER-EPIC nu kunnen observeren. Hè? Herinner u 75 werken in 100... 67 handschriften. En u ziet dat die volle lijn daarna overgaat in een stippenlijn.
En die werd eigenlijk een blik op de toekomst. Die stippenlijn toont hoeveel nieuwe werken we zouden vinden als we tot in de oneindigheid handschriften zouden blijven vinden. Maar wat u kan zien, is dat dat een asymptotische curve is. Dus op een gegeven moment gaat die vervlakken. Er is een saturatie die bereikt wordt. En het niveau van die saturatie die suggereert dat er oorspronkelijk om en bij de 150 ridderromans waren, waarvan de dag van vandaag maar de helft zou overblijven. U ziet daar ook dat lichtrode vlak. En dat geeft een zogenaamd confidentieinterval aan. Eigenlijk de onzekerheid die rond die rode lijn bestaat. En u kan zien, er is flink wat onzekerheid, hè, rond die schatting. Maar toch is duidelijk, denk ik, dat we ons optimisme een beetje moeten bijstellen. Want die schatting dat er oorspronkelijk maar 100 teksten waren, waarvan er 20 zijn verdwenen, dat lijkt heel conservatief. Het is eigenlijk minstens even aannemelijk, dat laat die grafiek zien, dat er meer dan 120 teksten verloren zijn gegaan. Maar de meest realistische schatting volgens dit model is dat eigenlijk maar de helft van de Middel-Nederlandse ridderepiek is overgeleefd. Een beetje een treurige gedachte. Als we even kijken naar verwant onderzoek, dan zien we dat dat soort modellen voor middeleeuwse werken amper nog is toegepast. Ik moet hier wel het onderzoek vermelden van Egge en Brood, die een absoluut pioniersbijdrage hebben geleverd met een gelijkaardig model, maar voor gedrukte boeken. Nu, voor gedrukte werken zit je met het concept van een oplage. Hè? Want je hebt één druk, maar die telt altijd meerdere exemplaren. En voor de middeleeuwen was dat model eigenlijk niet meteen toepasbaar, omdat middeleeuwse handschriften die zijn per definitie uniek. Die werden helemaal niet serieel aangelegd. Al die boeken zijn uniek. Er is wel meer onderzoek geweest, en dat is interessant. Niet naar het verlies van middeleeuwse werken, maar naar het verlies van middeleeuwse handschriften. En daar hebben we eigenlijk zelfs iets vastere grond onder de voeten. Want van verschillende middeleeuwse bibliotheken zijn catalogi overgeleverd. We weten welke boeken die instellingen in hun bezit hadden. En zo kan je vrij makkelijk becijferen hoeveel van die boeken nu nog in leven zijn. Hoeveel van die boeken we nog kennen. Maar het probleem is dat die catalogi vaak best zeldzaam zijn. Die komen ook vaak uit kloosters, een monastiek milieu, een beschermd milieu. En we weten eigenlijk niet goed hoe representatief dat die zijn voor het algemene boekenbezit in de middeleeuwen. Bijvoorbeeld buiten kloosters, in steden, in adellijke bibliotheken. Maar toch is het zo dat boekhistorici heel interessante schattingen hebben gepubliceerd. Hanno Wijsman bijvoorbeeld, die heeft een overlevingskans gepubliceerd van 7% voor volkstalige, niet geïllustreerde boeken uit de periode. En dat is eigenlijk precies het type handschriften waaruit wij de meeste Middel-Nederlandse ridderepiek kennen. Nu, die Chao 1 die wij hebben toegepast, dat is een model voor ongeziene soorten. Dat zijn de werken in onze analogie. Maar er bestaat een extensie van die methode die ons toelaat om ook iets te zeggen over het aantal verloren documenten in onze analogie. Dus het aantal verdwenen handschriften. En die uitbreiding van Chao 1 die was eigenlijk bedoeld om veldwerkers in de ecologie te informeren over hoe ver zij stonden in hun inspanningen tijdens een telcampagne. Nu, we gaan er even vanuit dat we betrouwbaar F0 hebben kunnen vaststellen. Dus we weten wat het aantal ongeziene soorten is in het gebied dat wij aan het monsteren zijn. Wat deze methode, deze uitbreiding, je gaat vertellen, is hoeveel bijkomende waarnemingen je moet doen, hoeveel extra dieren je zou moeten vangen, vooraleer je al de soorten in het gebied tenminste één keer hebt gezien. Het zou eigenlijk heel leerrijk zijn om die methode toe te passen op de Middel-Nederlandse data, want dit model zou je dan vertellen hoeveel handschriften we nog zouden moeten vinden om elk werk, waaronder de fameuze Madoc, tenminste één keer te observeren. En dus bij benadering zou je kunnen zeggen dat dit model je een idee gaat geven van het aantal handschriften, het aantal documenten dat is verloren gegaan. In deze grafiek geven we het resultaat van deze methode weer. En u ziet hier opnieuw zo'n soortenaccumulatiecurve. Maar dit keer is ook een grijs gebied, een grijs deel. En dat gebied geeft de verdeling weer van de schattingen van het documentverlies, het aantal verloren handschriften. Het is vooral de grijze stippenlijn die u daar ziet, die belangrijk is. Want dat is de gemiddelde schatting, de schatting die het meest compatibel is met de data. En die suggereert dat er oorspronkelijk iets meer dan 2000 handschriften zijn geweest met Middel-Nederlandse handschriften. Nu, wat voor mij echt hallucinant was, is dat de overlevingskans van een Middel-Nederlands handschrift volgens dit model op 8,1% komt te liggen. En dat is ongelooflijk dicht, vind ik toch, bij die schatting van Wijsman, die van 7% sprak. En deze methode komt eigenlijk uit niets met een schatting in hetzelfde bereik.
Hoewel dat die twee schattingsmethodes een compleet andere datastroom gebruiken, zou je kunnen zeggen. Ik vond dat heel verrassend. Ik was enorm verrast toen deze schatting voor de eerste keer uit de computer rolde. Nu, de vraag die zich nu opwerpt is hoe we die cijfers moeten interpreteren voor het Middel-Nederlands. Is dit bijzonder? Moeten we hiervan schrikken? Is het elders beter? Heeft een prestigieuze literatuur zoals de Franse in de middeleeuwen, heeft die dan een betere overlevingskans gekend? En om die reden zijn we in de afgelopen maanden met een internationale vergelijking gestart, in samenwerking met een aantal collega's die u hier ziet afgebeeld. En de bedoeling is om voor een groter aantal volkstalen uit deze middeleeuwse periode vergelijkbare cijfers te verkrijgen, om zo beter te begrijpen waar we eigenlijk aan toe zijn in de Lage Landen. De talen die we nu betrekken zijn het Middelhoogduits, het Middeleeuwse Frans, of toch de Langue d'Oil, niet de Langue d'Oc, het Middelengels, het Iers en het IJslands. Dat is een bijzonder interessante onderneming, maar ook een heel moeilijke. En het moeilijkste is eigenlijk dat ons concept van ridderepiek, dat blijkt heel moeilijk te vertalen naar andere literatuur. En daar hebben we heel stevige discussies over. Ik moet deze resultaten nog met veel of onder veel voorbehoud presenteren, want we zijn nog aan die gegevens aan het sleutelen. Maar er zijn al enkele heel interessante tendensen. En links ziet u een visualisatie van de overlevingskansen van werken in deze literatuur. En rechts ziet u die voor de handschriften. Die horizontale assen die u ziet, dat zijn percentages. Hè. Die drukken uit hoeveel werken en handschriften zouden overleven, zouden overgeleverd zijn in deze literatuur. Rood in deze grafieken staat voor Middel-Nederlands. En u ziet hoe de Lage Landen een gemiddelde positie innemen. Hè. De spreekwoordelijke middenmoot. Frans en Duits die lijken opvallend goed overgeleverd. Hè. Voor het Duits zou maar liefst 80% van de teksten zijn overgeleverd. Maar IJsland spant de kroon. En daar zie je dat de overlevingsgraad, zowel voor werken als handschriften, het hoogst is. En dat is eigenlijk wel opvallend, omdat het toch, hè, dat is een kleiner eiland, waar helemaal niet zoveel mensen wonen. Maar misschien nog het meest opvallend in deze grafieken is de hekkensluiter, de Middel-Engelse literatuur in het paars, die van alle literaturen die wij gezien hebben, het slechtst eigenlijk is overgeleverd. Dat effect is heel erg uitgesproken. We hebben daar ook nog niet zo'n goede verklaring voor. Het is ook heel fijn om naar patronen te gaan speuren in de verspreiding van die literatuur. Hier ziet u hittekaarten, of heatmaps, die aangeven waar de handschriften met ridderepiek uit deze literatuur uiteindelijk zijn neergestreken. Wat hier vooral opvalt, is hoe die verspreiding van Middel-Engelse documenten zeer lokaal is gebleven. Deze documenten hebben we maar zelden het kanaal overgestoken. En misschien levert dat het begin van een verklaring waarom die literatuur zo slecht is overgeleverd. Voor de Nederlandse literatuur ziet u dan heel duidelijk dat die werken wel opgeschoven zijn naar rechts, maar nooit naar het zuiden, naar Romania toe. Zo, dat was het voor vandaag. Wat hebben we geleerd? Een anonieme collega die ons werk recent moest beoordelen, die had het eigenlijk goed samengevat. Die zei, se non è vero, e ben trovato. En misschien is dat ook wel zo. Dus dit is heel spannend onderzoek, maar uiteindelijk gaan we de waarheid nooit achterhalen. Die verloren boeken, die blijven verloren, die blijven onzichtbaar. Wat we wel kunnen zeggen, is dat de uitkomst voor het Middel-Nederlands geloofwaardig lijkt. Ik denk dat we eerst en vooral het verlies van werken niet mogen onderschatten. We mogen echt niet naïef zijn op dat vlak. En het zou best kunnen dat we eigenlijk slechts de helft van de teksten uit onze middeleeuwse ridderepiek nog kennen. En dat heeft implicaties voor de manier waarop wij aan wetenschap doen. Het noopt tot voorzichtigheid, tot bescheidenheid. Anderzijds zien we wel dat onze modellen verrassend sterk eigenlijk overeenkomen met wat boekhistorici eerder hadden gepubliceerd, hadden geschat wat betreft het verlies van handschriften. En daar kijken we wellicht aan tegen een overlevingskans van om en bij de 8%, wat toch bitter weinig is en nog maar eens benadrukt hoe fragiel dat dit type erfgoed is. En ons lijkt het vooral dat er nog heel veel leuk nieuw onderzoek mogelijk is met dergelijke modellen uit de ecologie. Een oude hypothese is bijvoorbeeld dat geïllumineerde handschriften, dus middeleeuwse handschriften met plaatjes, dat die een veel hogere overlevingskans hadden. Dat is aannemelijk. Hè. Illustraties maken een boek waardevoller, zou je kunnen zeggen. Maar het is ook heel moeilijk om dat effect sluitend of statistisch aan te tonen. Om de simpele reden dat we niet weten hoeveel handschriften er oorspronkelijk geïllumineerd waren. En dat is een van de problemen die we momenteel zijn aan het uitpluizen met andere methodes uit de ecologie. Heel spannend onderzoek. Rest mij enkel nog jullie te bedanken voor jullie aandacht, maar ook de Taalunie voor dit mooie initiatief.
Zeker ook Volger, mijn briljante wapenbroeder in dit ecologische avontuur. U ziet hem hier op de foto. Ik hoop dat u het leuk vond en ik zal natuurlijk graag op vragen reageren als die er zouden zijn. Dank u wel. Dank u zeer. Vragen zijn er zeker, want er hebben veel mensen en vooral veel studenten kennelijk meegekeken. In ieder geval zijn veel mensen die zich als zodanig hebben geïdentificeerd. Een eerste vraag komt van Joshua Lindeboom. Dat is denk ik een student. Die vraagt: waarom gaat het confidentievlak omlaag naarmate er meer werken gevonden worden? Ja, dus je ziet dat confidentieinterval opengaan. Dat is omdat we daar uitspraken doen die steeds verder in de toekomst liggen, waar we steeds minder zekerheid over hebben. Dus naarmate het aantal handschriften daar vergroot, naarmate je probeert verder in de toekomst te kijken, gaat de onzekerheid omhoog. Dat is daar eigenlijk een vrij logisch gevolg van. Ja, ja. Een andere vraag is of die rond de 75, of dat nu de eindstand is, of dat er ook iets te zeggen valt over de kans dat er nog nieuwe manuscripten gevonden worden. Nee, en dus wij hebben ons model al moeten bijstellen, omdat er natuurlijk voortdurend nieuwe vondsten worden gedaan. Remco Slijtvink is iemand die, dat is de Indiana Jones van de medio-Nederlandistiek, die vindt voortdurend nieuwe fragmenten. Elke keer dat er een nieuw fragment wordt gevonden, moeten wij ons model bijstellen. En dat zijn heus niet altijd fragmenten van teksten die we al kennen. Soms vinden we echt nieuwe teksten. En dat model moet dynamisch zijn. Dat moet elke keer worden bijgesteld. Ja. Kunt u ook nog uitleggen waarom u nu specifiek kijkt naar wat u noemt F1 en F2? Dus die minst frequente handschriften. En alleen maar daarnaar. Wat zou er gebeuren als je ook de boeken waarvan 3 manuscripten zijn overgeleverd erin zou betrekken? Ja, dat is een goede vraag. Dus die F1 en F2, dat lijkt heel simpel. Hè? Die formule ziet er best eenvoudig uit. Maar daar zit een verschrikkelijk ingewikkelde theorie achter, die dus teruggaat op dat werk van Turing. Er zijn uitbreidingen, waarbij men ook kijkt naar F3 en F4. Maar dat maakt niet zo'n groot verschil, eigenlijk. Dus wat je ziet, is dat je in de regel, je kan dat dan gaan testen, hè, op data waar je de correcte uitkomst kent, dan zie je dat F1 en F2 meestal volstaan om een goed idee te krijgen van F0. En waarom is dat precies zo? Dus waarom zijn alleen maar die zeldzaam overgeleverde handschriften van belang? Ja, dus daar is die assumptie dat het aantal zaken die laagfrequent zijn, dat die je iets vertellen over het aantal zaken dat je nog niet hebt gezien. Dat is dat idee. Die enorm laag frequent zijn, zullen we zeggen. Ja. Dat is ook belangrijk. Deze methode gaat er ook van uit dat wat je niet gezien hebt, dat laag frequent is. Ja. Dat is een aanname voor de middeleeuwen, denk ik, dat je die kan verdedigen. Dus die methode gaat daar wel van uit. Dat je wat je niet gezien hebt, dat per definitie ook laag frequent is. Ja. In het dierenrijk geldt dat, meestal. Interessant, ja. Ja, een laatste vraag, denk ik, uit de chat is: werd bij de verspreiding van de teksten gekeken naar de middeleeuwse verspreiding of naar waar vandaag de handschriften zich bevinden? Ja, goede vraag. Ik weet niet of ik dat expliciet heb gezegd, maar die hittekaarten die u zag, is waar die handschriften momenteel worden bewaard. Dat is iets heel anders dan waar die teksten werden gelezen in de middeleeuwen. Moet ik echt wel benadrukken. En op die kaarten zie je waarschijnlijk niet zozeer de middeleeuwse verspreiding. Ik denk dat die kaarten je vooral veel leren over mensen die handelden in handschriften in de 19e eeuw en hoe die in voorkeuren lagen. Dat is misschien ook een verklaring waarom er zo weinig Middel-Engels het kanaal heeft overgestoken. Omdat er enkele heel belangrijke bibliofiele boekverzamelaars in de 19e eeuw, die waren Brits. Dus misschien verklaart dat ook waarom weinig boeken het Verenigd Koninkrijk op dat moment hebben verlaten. Dank u wel. Ja. Heel interessant. De complimenten stromen terecht binnen op het chatkanaal voor uw interessante lezing. Een waardige afsluiting, zou ik zeggen, van deze reeks van 10 lichtpuntjes van het Nederlands die wij u de afgelopen 3 weken hebben kunnen presenteren namens de TaalUnie. Namens de TaalUnie zal het laatste woord gesproken tot ons worden nu ook door de algemeen secretaris van de Nederlandse TaalUnie, Chris van der Poel. Dankjewel.
Wel, wat waren deze lichtpuntjes van het Nederlands een plezier om naar te kijken en te luisteren. Ik denk dat ze ons allemaal hebben meegevoerd van Nederland en Vlaanderen naar Suriname, Servië en Hongarije. En in gedachten waren we waarschijnlijk nog in heel wat andere landen. Ze hebben ons verteld over hoe in Vlaanderen en Suriname soms heel verschillend tegen het standaard Nederlands wordt aangekeken. En ze hebben ons eraan herinnerd dat lezen niet alleen stilzitten in een hoekje hoeft te zijn, maar dat poëzie overal om ons heen leeft. Ze hebben ons ook geleerd over verhaalstrategieën in communicatie en verschillen in taalgebruik en ook werkwijzen in verschillende zorgsituaties. Ik heb persoonlijk heel veel geleerd over spionage en propaganda tijdens de Koude Oorlog, over taal en seks en jawel, ook over de seksappeal van het Nederlands zelf. Tot slot toonde de laatste spreker, Mike Kestermond, dat je ook uit heel andere vakgebieden methodes kan gebruiken om de Nederlandistiek te verrijken. Ik wil graag alle sprekers heel erg bedanken voor hun bijdrage. Mark van Oostendorp, omdat hij zo'n voortreffelijke, sprankelende gastheer is. En u, alle bezoekers aan deze lezingen, voor uw belangstelling. We kunnen met het Nederlands alle kanten op, dat was wel duidelijk. En de studie van het Nederlands opent heel wat mogelijkheden. Heel wat perspectieven en vooral toegang tot heel veel verschillende werelden. Dit is, denk ik, een mooie boodschap om dit vreemde coronajaar mee af te sluiten. En ook een boodschap om vooruit te kijken naar een lichtgevend 2021 voor ons allemaal. Dankjewel.